We zitten hier de luiken open gedaan. En kijk eens jongens. IJs. Het heeft gewoon echt, en het is echt heel helder, want de maan die schijnt. Het is gewoon nachtvorst geweest hier. Nou ja, dat is bijzonder. Toch? Die meneer zal weer zijn camper het schoonmaken en we gaan zo rijden. Maar ik ga eventjes het toilet legen. Maar dat hoeven jullie niet te zien, dus dat zal ik niet filmen. Kijk, hij is van zijn levelers af. Ook weer geregeld. Achterkant ook. Dat is een kwestie van... je doet de handrem eraf, versnelling uit de versnelling vandaan en hup, ze zijn eraf. Zo, ik hoef alleen nog de stroom eraf te halen. Oké, mensen, we gaan hartstikke ideeën. Een beetje die ramen schoon. Oh, sorry. Jezus. Ja. Oké. Ja jongens, niet te geloven toch? Even de handrem zetten. Wat zeg je? Je mag voor mij wel even die deur dicht doen hoor. Ja,
Nou, mag ik er even uit? Rustig. Oh shit, staat die camera nog steeds aan? Oké, we gaan weer. We gaan weer verder. Kijk dan, dat is niet te geloven. Schiet, hou je vast hier. Na 100 meter houdt links aan. Nou mensen, we zijn hier heel even gestopt. Want we moeten even boodschappen doen. En hierachter is de Lidl. Dus gaan we daar even heen. Dus, nou. Jullie zien het, de Lidl. En je waait hier uit je hempie, maar dat schijnt hier heel normaal te zijn. Nou, dat zag je net toch aan de zee, joh. Ja. Oké. Okay. Oh, dat is jokker. Rechts afbuigen. Vier. Twee. Staat hier een standbeeld en is het hoofd af. Hè? Huh? Staat een standbeeld en er is het hoofd af. Nou. Oh. Dat is zo Chinees. Na 50 meter, bestemming bereikt. Bestemming bereikt. Over campers. Over campers? Ja, nou kijk dan op het bord. Oh hier, parking. Oh ja. Completo. 24 uur, 8 euro. Jij zegt self-supporting. Ja. Ik ben even goed zelf. Oh, nee, ja, dat was leeg. Wat is er? Wat zie je? Serviceplek. Maar het ziet er niet als vol. Verboden om te douchen. En verboden om je caravan te wassen. Zie je dat? Ja. Oh, nou. Ik wil niet mee. Ja, 8 euro voor 24 uur. Ja. Ik dacht, jij zei dat we op een vrijplekje kwamen. Ja, met niks, geen voorzieningen. Het is even goed 8 euro. Zandalig. Nou ja, je kan je toilet legen en water tappen. Ja. Schrijf je post even schrijven. Hola, bon dia. Hola. Gracias. Ja. Oké. Okay, doen we. Wat zeg je? Je moet er echt uit. Moet ik eruit? Ja. Oh, ga je over de kant.
Ik zeg tegen hem, goh, je moet eruit, je moet even iets aanwijzingen geven. Ze zegt, het is mij te koud, Marion doet het wel. Dat zei ik niet. Zij ze niet hoor. Ze is lief. Hè? Je bent lief, zeg. Zit die batterij vol? Heb je wel de goede mee? Deze 95%, ja. Doe je dat niet aan? Die, Nee, dat vis je ook niet aan. Ik neem wel even... We hebben mijn helm mee. En ik zal eventjes jullie denken, waarom is hier zo donker? Kijk. We hebben dus dat afgesloten. En weten jullie waarom? Vanwege het zonnetje. Die staat hierin. En als het zonnetje hierin staat... Moeten jullie opletten, dan is het gewoon... Even kijken. 25 graden, mensen. En buiten 17,5. Ja, dus buiten waait het. Buiten waait het. Maar kijk wat ik gedaan heb. De trotters staan klaar. Oh ja. En er was er iemand en die vroeg aan me van... oh kijk, die kende daaruit. En die vroeg aan me van waarom noem je hem altijd trotters? Nou ja, kijk, ze heten ook trotter. Zelfs dat ik altijd zeg de knaus. Ik zeg nooit onze camper, of nou ja, bijna nooit onze camper, maar ik zeg altijd knaus. En thuis hebben we een model tuinschuurtje en dat was model Jupiter. Dus ik zeg altijd, ik ga even naar Jupiter of ik zit in Jupiter of weet ik. Dus ja, dat is gewoon een tik van ons. Ja, die hebben wel 50 jaar. Ja, die hebben wel 50 jaar. Hé, hey, en dan nog even iets, want ik ben nou toch in het begin van de video. Dan kan ik het vertellen, dan zijn er nog de meeste mensen die nog kijken. Ik weet niet of jullie opgevallen is, maar ik doe de laatste tijd, de laatste weken, doe ik elke keer bij de reacties, de meeste reacties, een hartje en een duimpje. Duimpje en een hartje, duimpje en een hartje. En als bij een vraag, dan reageer ik nog wel eens. En normaal gesproken had ik altijd de regel dat ik dus altijd voor iedereen een antwoord gaf ergens op. Maar, dat kan niet meer. Nou, dat gaat echt niet meer. Nee. Dan kan ik de hele nacht doorgaan met typen en dan... Dus ik heb zoveel reacties, dus echt over de honderden. Ja, toch leuk. Ja, dat is hartstikke leuk en ik ben er ook blij mee en ik lees wel echt alles. Ja. En ik geef overal een duimpje op en ik, alles dat ik aparte leuke dingetjes, die noem ik allemaal door naar Mago. Maar dus als je soms een reactie doet en je geeft en je krijgt alleen een duimpje en een hartje, dan weten jullie waarom. Omdat het anders dan te veel is, daar kan ik niet op reageren. Nou, ook duidelijk gemaakt. Nou, verder is nog. Oh ja, we gaan. Oh ja, ja. Kijk, ik heb ook de houder van mijn telefoon op mijn stuur gezet. Want we gaan eventjes met z'n tweetjes gaan we op de fiets naar het lighthouse op het eilandje hier zo. En ik ga wel eventjes ik zal even een screenshot maken van de weg die we erheen gaan. Anders moet ik lopen en dat is me te ver. Dus vandaag. Hè? Voor jou? Ja, voor mij is het te ver. Ja, ja. Ja, we mogen gewoon die huppelt er zo heen. Maar voor mij, ik red het op het moment niet. Dat gaan jullie nog wel horen. Oké. Okay, nou ja. Als het goed is, ga je het even verder zien. Hè? Maar ja, oh ja, we staan dus hier op die parkeerplaats. En het is een betaalde parkeerplaats, 8 euro voor 24 uur. En zoals je ziet aan de kant van de weg mag je ook allemaal gaan staan. En dan kost het ook niet. Want er is hier dus ook niks. Er is alleen een... oh ja, je kan je toilet legen en water pakken. En je vuile water legen. Maar voor de rest is er verder niets. Maar aan de andere kant, er staan hier op de reviews van heel veel andere parkeerplaatsen hier. Dat zelfs op sommige plekken, daar heeft de politie tegen mensen gezegd... Ja, als jullie hier willen blijven staan, eigen verantwoording. Maar er wordt hier bijna altijd ingebroken of spullen uit weggehaald als er niemand is. Dus, nou, dan sta ik liever voor 8 euro hier op deze parkeerplaats. En kijk, het is mega groot. Er staan ook mega grote campers. En nou, dat voelt toch wel wat vertrouwder. Dus doen we dat maar. Oké, okay, nou, jullie gaan even verder zien, mensen. We gaan eventjes die kant op. Ik zal even een screenshot maken van hoe we rijden gaan.